Jongens, het is zo warm. Oh, wat lekker. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. En in deze video ga ik mijn eerste shopvlog doen. Joehoe, leuk! Ik ben vandaag weer winkelen met mijn moeder in Nijmegen. En ik dacht eerst dat het echt een super klein dorpje was of zo. Ik denk dus best wel een grote stad te zijn. Maar oké, daar zijn we dus geweest. En ja, ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht daar. Om eerst te beginnen zijn we naar de C&A geweest. Heb ik 3 dingetjes gekocht. Om te beginnen met deze rok. Deze. Ik vond hem gewoon super leuk. En dat printje, ik weet niet, het is gewoon super leuk. En ja, ik hou van zulke soort rokken. En ja, gewoon super leuk. Dus ja, die had ik dus. En deze kostte €7,90. Toen kwam ik deze ook nog tegen. Dat is eigenlijk met hetzelfde printje. Maar dan een soort blouseachtig iets. En ja, die vond ik ook gewoon echt super leuk. En je moet die natuurlijk niet bij elkaar dragen. En deze was €9,90. En toen kwam ik dit superleuke ding tegen. Ik hou echt van deze hoed. Ik zag hem liggen en ik dacht, die moet ik hebben. Want, ik weet niet, ik wilde al best wel lang een soort hoed. Voor de zomer gewoon voor op het strand en zo. En toen zag ik deze dus liggen en toen dacht ik, dit is hem. En ik heb hem een paar keer opgehaald in de winkel. En ik dacht, ja, hij zit echt super. En ik vind hem gewoon super leuk. En ja, hij is gewoon super. Woehoe. Leuk. En alles. Dus ja, vooral ook met dit weer hoef je niet per se een zonnebril op te hebben. Maar dan heb je gewoon lekker een hoed op. Dus, dat kan ook. Toen kwamen we bij een winkeltje, Nora of zoiets. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord, maar op zich wel leuk. En toen kwamen we dit shirt tegen. Echt heel simpel met roze en wit. En het is heel erg luchtig, zeg maar. En er staat erop als tekst La vie est magnifique. En dat is Frans. En Frans is natuurlijk mijn taal. Dus ja, daarom ook. En ja, ik vond hem gewoon super leuk. En deze kostte €14,95. Dus toen zijn we doorgaan naar de Only. En echt, Only is mijn winkel. Echt. Oh. Ja, dat is gewoon zulke leuke dingen. En ja, dat dus. En daar heb ik dus. Oké, dit is misschien niet echt per se een zomer item of zo. Maar ik heb dit wollige, leuke, mollige, witte, zachte vest gekocht. En hij is gewoon super zacht. En ja, gewoon. En deze kostte €34,95. En toen zagen we dit shirt. En jongens, ik hou van zulke shirts. Echt, ik vond deze zo leuk. Met zo'n mens dat een fototoestel vast heeft en dan zegt look at me and smile. Het is gewoon super leuke tekst en de kleuren waren super leuk. En ja, het was gewoon super leuk. Meer kan ik niet zeggen, maar goed. Deze kostte €20. Bij de Only heb ik ook nog deze broek gekocht. Het is gewoon een lange spijkerbroek. En stretch denim. Gewoon spijkerbroek. En ik vond hem heel erg leuk. En ik had nog niet echt zo'n spijkerbroek. En ja, hij past ook heel leuk bij dat shirt. En daarom heb ik ook een beetje dat vest erbij gekocht. Zodat het een soort van één geheel is als het een beetje koud is. En anders gewoon zonder vest als het gewoon lekker is. En ja, ik heb dus ook deze broek gekocht. En ik vind hem ook super leuk. En deze kostte €34,95. Toen ben ik vanmiddag nog naar de V&D geweest. Maar die is niet in Nijmegen. Maar tenminste niet in de Cityplaza waar wij waren. En dus ben ik gewoon nog hier naar Gorkum nog eventjes naar onze stad, kleine stad Gebeuren geweest. En daar heb ik wat schoolspullen gekocht. Echt super vroeg, want ik heb nu eigenlijk bijna vakantie. Ik hoef alleen morgen nog naar school. Maar goed, ik zag dus dit super leuke kafpapier, niet normaal leuk. Met allemaal van die kleine watermeloentjes en zo. Ja, er zitten 3 vellen in. En deze is 2 euro
49. En hij is van gerecycled papier. Dus dat is super goed. Goed bezig, V&D. Woehoe! Ik heb dit pak simpele schriften gekocht. Ja, gewoon 4 stuks. Hier staat geen prijs op. Maar ja, toch heb ik hem gekocht. Toen kwam ik ook nog dit schrift tegen met cool banana. En deze gewoon met allemaal kleine banaantjes. En die vond ik gewoon super leuk, want dat past ook best wel goed bij die watermeloen. En ja, deze kostte 2,50. En het zijn gewoon twee schriften ja, met 80 bladzijden. En ik heb ook nog deze schriften gekocht. Het zijn 3 schriften. Met deze heeft allemaal oranje stippeltjes. En deze heeft allemaal verschillende kleuren stippeltjes. En die in het midden heeft allemaal hele kleine stippeltjes in alle verschillende kleuren. Dat vond ik ook wel leuk passen bij die watermeloen en die banana schriftjes. Toen heb ik ook deze etiketten gekocht. Ook met allemaal fruitjes en cactusjes en plantjes en al die dingen. Want ja, dat past er ook gewoon bij, jongens. Tot heb ik ook deze agenda gekocht van Ensemble en dat is een blog. En ja, hij is gewoon super leuk. Maar ik weet nog niet helemaal zeker of ik hem ga houden. Misschien ga ik hem nog terugbrengen. En gewoon een hele simpele agenda bij de HEMA kopen. Want deze, ik weet niet, ik vind het gewoon best wel duur. 14,95 of zo, 15 euro. En ja, het wordt gewoon een super leuke zomer met al deze spullen. Vooral met de watermeloen. Kaft. Dus ja, dat heb ik allemaal gekocht vandaag. Weer zoveel euro armer. Oh ja, ik heb nog een hele leuke mededeling. Want als je deze video aan het bekijken bent, zit ik waarschijnlijk in Parijs. Ah, want ze gaan naar Parijs met school en daar heb ik zoveel zin in. Ga ik ook vloggen, dus als je dan mijn Parijs vlog wilt zien, dan moet je nog eventjes dan tot die volgende week donderdag wachten. Dus over een week, zeg maar. Dus hoe het gaat mee. Dat was dus de video weer van vandaag. En ik hoop dat je het leuk vond. Als je het nou vond, doe dan een duimpje omhoog. Zie ik jullie weer de volgende keer met mijn Parijs vlog. Ja! Doei!